Tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf, door Clara Meijer-Wichman. Waarom wordt er gestraft? De meesten geven zich niet eens rekenschap van die vraag. Voor hen spreekt het vanzelf dat er gevangenissen zijn, celgevangenissen, waarin zij die de strafwetten deze maatschappij hebben overtreden, voor weken of voor maanden of ook wel voor jaren worden opgesloten. Zij wandelen langs die gevangenissen en het bestaan ervan deert hen niet. Anderen die zich de vraag wel eens gesteld hebben, vinden ze gemakkelijk op te lossen. Het rechtsbewustzijn, zeggen zij, vraagt vergelding voor gedaan onrecht. Ofwel, zij stellen het belang der maatschappij op den voorgrond en oordelen dat deze zichzelf tegen inbreuken op haar orde moet beveiligen door van de misdaad af te schrikken, door de misdadiger, als het kan, te verbeteren en als dat naar hun mening niet kan, onschadelijk te maken. Zij die zo redeneren vooronderstellen dat hij, die de bestaande strafwetten overtreedt, een slecht mens is. Zoiets als een aanrander van de zedelijke wereldorde. En deze maatschappij, waarvan de meerderheid hem veroordeelt, een ware menselijke samenleving. En daarnaast gaan zij ervan uit, als sprak het vanzelf dat leed aandoen en uitstoten de aangewezen daden tegenover misdadigers zijn. Dit alles uit ten grond van ons hart verkeerd en noodlottig. Een helloze waanvoorstelling. Die mensonwaardige verhoudingen in het leven doet blijven. Het is al dadelijk niet waar dat ons hedendaagse recht het recht is. Het beschermt immers de bezittende klasse. Het sanctioneert de bestaande eigendomsverhoudingen als wagen die het handhaven tot elke prijs waard. Zelfbegoocheling ligt ook in de voorstelling die de onbevooroordeelden zich van de veroordeelden vormen. Het is wel gemakkelijk om te denken dat de meeste veroordeelden minderwaardig zijn en de meeste onveroordeelden mensen van een betere soort. Maar waarlijk, zo eenvoudig is het niet. En nu onderschatten wij volstrekt niet de betekenis van de persoonlijke aanleg. Wij zeggen volstrekt niet dat het alleen van de omstandigheden afhangt waartoe een mens komt, maar wij zien aanleg en omstandigheden al door op elkaar inwerken, in gestadige wisselwerking verkeren. Bedenk toch dat wie opgroeit als verwaarloosd kind en onder een voortdurend tekort aan al wat het leven waard maakt geleefd te worden, een andere persoonlijkheid wordt en tot andere daden komt. Dan wie met dienzelfde aanleg onder heel andere omstandigheden leeft. Bedenk toch dat in alle landen het overgrote merendeel der veroordeelden, zelfs in verhouding tot hun aandeel in de bevolking, behoort tot de niet-bezittende klasse. Als misdrijf alleen voortkwam uit gebrek aan sociale gevoelens, uit gebrek aan zelfbeheersing, uit de boosheid des harten, zou dat dan ook het geval zijn. Komen onevenwichtigen. Zich niet beheersenden, niet voor onder hen die nooit voor een strafrechter komen? En is niet ten alle tijden gebleken dat de criminaliteit daalt en reist met den maatschappelijke nood, dat zij in tijden van crisis, zoals nu weer in de oorlogsjaren, onweerstaanbaar toeneemt, door geen strafbepaling te keren? Weten wij niet sinds lang dat er regelmaat, ja, wetmatigheid is, in het aantal misdaden en zelfmoorden dat jaarlijks voorkomt? Dat men hier dus niet met willekeurige daden van op zichzelf staande individuen te maken heeft. Nogmaals, wij ontkennen niet dat het van iemands aandacht afhangt, of hij slachtoffer van die omstandigheden wordt of niet. Wij ontkennen niet het vermogen van de zelfbepalende persoonlijkheid om zich door geen omstandigheden te laten buigen, maar wel ontzeggen wij aan hen, die zelf niet van die ellende hebben doorgemaakt, het recht om koud en hard de hoogste zedelijke eisen te stellen aan de tekortgekomenen. En sterker dan dat, wij menen dat die hoogste zedelijke eisen, stelt men ze wel, lang niet altijd zullen leiden tot eerbiediging der bestaande wetten, die de dienstweigering en sommige vormen van staking hebben strafbaar gesteld. Wij geloven, in tegendeel, dat die eisen het dikwijls zullen verlangen verzet tegen die wetten zelf. Een maatschappij die vrijwel op den strijd van allen tegen allen is gegrond, die de mensen opvoedt in de gedachten, dat men het recht heeft zich ten koste van de ander te verrijken en bevoordelen, en waarin aan de meerderheid de voorwaarden voor een normale groei worden onthouden. Zulke maatschappij schept vanzelf de persoonlijke en maatschappelijke oorzaken waaruit aldoor opnieuw misdaad ontstaat. De persoonlijke, omdat zij door ondervoeding, alcoholisme, woningelende, degeneratie schept. De maatschappelijke, omdat zij telkens de onterfden ertoe brengt om. in een dikwijls onbewust verzet. Te nemen langs onwettige weg wat hun langs de wettigen onthouden wordt, terwijl zij tenslotte ook schept de principiële bestrijders van deze hele orde, hen die zich tegen het gehele beginsel van het tegenwoordig politiek-economisch stelsel richten, de dienstwijgeraars, de politieke misdadigers, die allen immers door de leiders der tegenwoordige maatschappij als misdadigers worden beschouwd en gestraft. Recht tot straf heeft dus zeker niet deze maatschappij. Waarin het tekort is aan ontwikkelingsvoorwaarden voor de normale en een liefdevolle zorg voor de abnormale. Wat de meerderheid van haar leden tegenover misdadigers toepast, is egoïstisch zelfverweer, al gaat het in hun bewustzijn schuil onder allerlei leuzen als handhaving van de orde en van het recht. Om allerlei lagere belangen meent men het niet te kunnen toelaten dat er gestolen of ingebroken wordt. Daarom straft men het maar. En het inrijpen in het leven van medemensen, het opsluiten van maanden om dat eigendom van wat stoffelijke goederen te beschermen, dat alles vindt men heel eenvoudig. Om zulke gevallen gaat het merendeel onze strafvervolgingen. Door schuldigen aan zulke feiten wordt de meerderheid onze gevangenisbevolking gevormd. Maar er zijn andere feiten. Misdaden uit ruwheid, vreedheid, winzucht. Vooral van bezittenen tegenover niet-bezittenen. Seksuele misdaden, moorden, lichte en zware mishandelingen. Velen zullen menen dat daar tegenover dat overal waar men werkelijke misdaden, of juister met werkelijke misdadigers of die ons zo toeschijnen, te maken heeft, de straf toch in elk geval wel gerechtvaardigd is. Nee, het brute van de straf ligt niet alleen daarin dat de maatschappelijke orde, die zelf al door de voorwaarden voor misdaad schept, die zelf, in een vorm van oorlog en economische uitbuiting, al door de misdaad in het groot sanctioneert, hen bedreigt een straf die haar belangen aanranden. Het brute ligt ook in de wijze van de reactie zelf. Denken we nu aan die misdadigers die werkelijk verbetering zouden behoeven. Wat doet dan straf tegenover hen? De straf drukt ze neer, vernedert ze, ontneemt hun het laatste restje van weerstandsvermogen. Zij worden van het begin van het strafproces af gesteld tegenover de maatschappij, als vijanden beschouwd, uitgestoten, terwijl zij, ook een juiste gedegenereerde onder hen, meer dan anderen eenzame zijn en meer dan anderen begrijpen zouden behoeven. Door dit alles wordt de innerlijke ontwikkeling, die op iedere daad, ook op iedere wandaad volgt, afgebroken. De beklaagde zet zich schrap tegenover zijn aanklagers en zijn innerlijke genezingsproces wordt verstoord. In wezen wordt nog heden te dagen de misdadige niet als een mens bejegend, maar als een zaak behandeld en opgeborgen. Al wat de naam van menselijk verdient. Wordt hem in de gevangenis ontzegd. Hij wordt er alleen in het leven gehouden. Hij heeft dan niet eens de mogelijkheid om zijn betere voornemens om te zetten in de daad. En daarom is de verbetering van de misdadiger door de gevangenis onmogelijk. De gevangenis kan niet verbeteren. Kan zij dan afschrikken? Weinig. Rijzing en daling van de criminaliteit worden in hoofdzaak door heel andere oorzaken bepaald dan door de inwerking der straf. Dat is toch waarlijk in de oorlogsjaren weer gebleken. Dat blijkt ook bij voortduring uit het groot aantal recidivisten. Maar bovenal is dat hele afschikkingsbeginsel onzedelijk, omdat het mensen alleen als middel beschouwt. Onschadelijk maken dan. De term reeds is onwaardig. En het resultaat van dit pogen is dat velen de gevangenissen schadelijker verlaten dan ze haar betraden. Dat is juist het barbaarse en het achterlijke: dat dit hele strafbegrip negatief is. Wek in mensen het goede op, doe wat je kunt om ze sterk te maken, om alle positieve en opbouwende vermogens in ze te doen groeien, maar ga niet uit van de bedoeling ze onschadelijk te maken. En voor zover er dan onder de misdadigers enkelen zijn, onverbeterlijke, in wie niets goeds op te wekken schijnt, die in hun hele wezen beneden menselijk lijken, slachtoffers van degeneratie, beschouwen en behandelen men die als zieken, en denken er evenmin aan hen te straffen, als men tegenwoordig krankzinnigen meer straft. Maar sterker dan al deze doeleinden, die men met de straf wil bereiken, leeft nog in de mensen het oude vergeldingsbeginsel, waarin de wraak is schel gegaan. Dat roept erom hem die leed deed, ook leed te laten lijden. Dat verlangt alles betaald te zetten, alles te verrekenen. Het eigenlijke strafrecht is maar één van de uitingen daarvan. We vinden het op alle terreinen van persoonlijk en maatschappelijk leven terug. Juist dit primitieve, in wraakinstincten wortelend beginsel is het dat moet worden omgewenteld. En zo richten wij ons niet alleen tegen de uitwassen van het celstelsel, noch tegen het celstelsel zelf, van welks ongeoorloofdheid en ongewenstheid we diep overtuigd zijn, noch zelfs tegen ons tegenwoordig strafstelsel in zijn geheel. Wij richten ons tegen dat hele strafbegrip cel. Zo behoort de verhouding van mens tot mens niet te zijn. Zo behoren mensen niet tegenover elkaar te staan. Tegenover die oude, overoude, uit het begintijdperk van het mensdom daterende leer dat kwaad vergolden moet worden met kwaad en dat wie kwaad doet moet worden neergedrukt en vernederd, stellen wij een ander levensbeginsel. Oordeel niet, vergeld niet, straf niet, beloon niet, maar tracht te scheppen met alle kracht die in u is een wezenlijk menselijke samenleving. Waarin de voorwaarden voor groei en ontwikkeling voor ieder mens gegeven zijn. En tracht in uzelf en anderen het kwade te overwinnen door het goede. Alleen indirect kan de misdaad bestreden worden, niet door krachten te vernietigen, maar door krachten te wekken, door wat vernielend begon in opbouw om te zetten. En omdat de hervormingen die tegenwoordig in het strafrecht worden aangebracht nog niet van dit beginsel uitgaan, daarom voldoen zij ons niet. Zeker was het een verbetering toen men kinderwetten invoerde en de voorwaardelijke veroordeling. Zeker zal het een verbetering zijn wanneer men eindelijk de gevangenen goed zal gaan voeden en verzorgen. Wanneer men al het mogelijke zal doen om hun weerstandsvermogen te verhogen in plaats van hen moe en versuft de gevangenis te doen verlaten. Wanneer men met het zelfstelsel breken zal. Wanneer het publiek den ontslagen veroordeelde op menswaardige wijze tegemoet treedt. Maar door al deze verbeteringen binnen het kader der huidige maatschappij en van het huidige strafrecht, en daarbinnen zijn ze niet eens alle mogelijk, wordt de bron van de massale misdaad niet verstopt en het oude beginsel van straf wordt er niet door aangetast. Wij daarentegen komen niet tot u, onveroordeelden, om uw medelijden in te roepen met de gevangenen en enkele schamele verbeteringen te verzoeken in de wijze waarop gij duldt dat zij, uw medemensen, behandeld worden. Wij richten ons tot u onveroordeelde en veroordeelde, met een beroep op uw volle menselijke waardigheid, onveroordeelde, herziet uw maatschappij en uw strafbegrip, beklaagden, veroordeelden, ontslagenen, voelt u mens. Wij vragen bovenal hierom: laat met toch verandering, verbetering van gezindheid niet alleen verlangen van de misdadigers. Van wat voor een gezindheid geeft onze verhouding tegenover hen blijk? Is hier enige offervaardigheid? Enig broederschapsgevoel? Het kon alles zo anders zijn. In een werkelijke gemeenschap zou er bereidwilligheid zijn om elkanders tekortkomingen te helpen te bovenkomen. We zouden daarvan menig onmiddellijk belang vanzelfsprekend ten offer brengen. We zouden elkaar wederkerig begrijpen en tot steun zijn. We zouden niet, zoals nu, aldoor letten op de bedreigde rechtsgoederen, maar op den mens. Die met zichzelf te strijden heeft. We zouden weten dat het telkens ons aller tekort was wanneer één onzer in dien strijd bezweek. En daarom, al zullen wij ons verheugen over iedere, mits werkelijke, verbetering die op het ogenblik in het strafrecht en strafstelsel wordt aangebracht, ons streven gaat verder. Wij komen radicale omzetting vragen, geen gedeeltelijke verbeteringen. Wij zien een ander beginsel dagen, dat van een nieuwe tijd van een broedelijke mensheid, die al meer met de strafbeginsel breken zal. Geschreven door Clara Meijer Wichman, augustus 1919, gepubliceerd in het boek Misdaad, Straf en Maatschappij.